Dit is West in 60 seconden. Een zwangere vrouw is in Leiden in het water geduwd door een wielrenner. De politie roept de man op zich te melden. Het incident gebeurt na een verkeersruzie langs de Vliet. De vrouw maakt het naar omstandigheden redelijk. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat het Laakkwartier in Den Haag werd belegerd door speciale eenheden van de politie, nadat de arrestatie van 2 terroristen mis was gegaan. Vanavond is op TV West een reportage te zien over de belegering van de Antheunusstraat. Na het TV West nieuws of kijk op omroepwest.nl. Het Openbaar Ministerie gaat de moord op de 42-jarige Edward Mink uit Den Hoorn reconstrueren. De politie en het OM hopen hierdoor meer duidelijkheid te krijgen over wat er zich die avond heeft afgespeeld. Edward Mink werd op 20 maart dood aangetroffen in zijn woning. Hij bleek te zijn doodgeschoten. De gemeente Gouda heeft plekken aangewezen waar tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas gedemonstreerd mag worden. Het gaat om het Schouwburgplein en het plein voor het Huis van de Stad. Beide locaties liggen buiten de zogenoemde centrumring. De nationale intocht is zaterdag 15 november. En dit was West in 60 seconden.